Hoe bedenk je een achtbaan en hoe maak je hem dan? En waarom kunnen raketten wel de ruimte in en een vliegtuig niet? En hoe kun je ervoor zorgen dat je als danser meer opvalt? Dit is Willem Meven. Aniel? Ja? Dit is niet wat we willen, hè? Nee. Nee. Aniel, ja. Dit is wat meer wat je bedoelt, hè? Ja. Want wat is jouw vraag? Nou, hoe ontwerp je een achtbaan en hoe maak je hem dan? En waarom wil jij dat weten? Omdat ik in Amerika altijd naar pretparken ga. Ja? En daar ga ik altijd heel veel attracties. Dit was heftig, hè? Ja. Nog even uitgillen. Dit is Aniel. Hij is 12 jaar en woont in Uithoren. Aniel houdt van reizen, voetballen en van pretparken. Mijn ideale achtbaan. Dat is grappig, want je hebt ook een tunnel gemaakt, denk ik? Ja. En in de tunnel zit een splash. Ja, dus je gaat naar beneden. Ja. Op het moment dat je door de tunnel gaat en dan zie je allemaal vissen. Maar je zit in een duikboot, een soort submarine. Oh, leuk. Dat heeft nog niemand gedaan, hè? Dat is echt iets heel bijzonders. Ik begrijp dat je er heel veel geld voor moet betalen. Wil je hier iets mee doen, hè? Want ik zie je zo glunderen en kijken. Er zit een goed idee in. Ja, er zit een goed idee in. Dit is dus het nieuwe ontwerp van Aniel. Ja. Maar we staan hier naast een nieuw ontwerp van jullie. Ja. Ik kan jullie daar alles over vertellen. Dan gaan we naar de ontwerpstudio in ons kantoor. En dan laat ik je alle details zien. Aniel en Eschuet hebben de mazzel dat ze achter de schermen mogen kijken bij het bouwen van een nieuwe achtbaan. Baron 1898. Hier komt normaal gesproken dus niemand. Vet. Wat is vet? Nou, alles. Hoe het gemaakt wordt. Ja. Ja, nee, ja, je bent al bezig. Ik zou zeggen, loop even rond. Maar dat mag toch? Ja, hij mag gewoon rustig rondkijken. Hoe lang doe je over de bouw van de Baron? Nou, we zijn in de zomer begonnen. En we hebben nog 3 maanden te gaan. Dus ongeveer een maand of 9, 10. Dat is best kort. Ja. Ja. Voor een hele attractie? Voor een attractiebouw is dat heel kort. Hoe gaat dan dat bedenken? Zitten jullie dan aan tafel met elkaar te kletsen van... weet je wat ik moet doen? Weet je wat we gaan doen? Ja, dan gaan wij eigenlijk een hele dag gewoon met elkaar in een ruimte zitten als deze. En dan met verschillende mensen bij elkaar, met verschillende invalshoeken. En dan komen we eigenlijk al aan het einde van de dag al tot een heel concreet, grof plan. En dat gaan we dan vervolgens maanden verder uitwerken. Maar die eerste gedachte, die kan vaak al in een dag geboren worden, zeg maar. En dat idee is een achtbaan in de stijl van een oude mijn. En speciaal aan dit ontwerp is een vrije val van bijna 40 meter. Waar moet de achtbaan eigenlijk aan voldoen? De achtbaan moet eigenlijk allereerst voldoen aan de trail. Dus het spannendste moment dat je straks hier vastgehouden wordt en de tunnel invalt. En vervolgens bestaat de trail ook uit het kiezen van een aantal elementen, bijvoorbeeld een looping of een kurkentrekker, die het heel spannend maakt voor onze gasten om de achtbaan te rijden. En daarnaast gaan het over het ontwerp. We willen een mooie verpakking maken voor de achtbaan. En we willen graag binnen in de attractie een verhaal vertellen en een show maken. Dat je iets beleeft. Dat je echt iets beleeft. Dat het samen een totaalbeleving vormt. Dus het is eigenlijk drie echte speerpunten. Een beleving, een ontwerp en dus de thrill, de spanning. Ja, absoluut. Aan de hand daarvan... Die zijn alle drie even belangrijk. Oké, tijd voor een test. Aniel en Eschuet, wat vinden jullie van deze attractie? Let vooral op de beleving. Let's go! Aniel! Ja. Hoe vond je hem? Goed en leuk. Het cijfer? Een 9. Een 9? Ja. Hallo. Hey. Leuk jullie zijn. Kom binnen. Dit is de plek waar het echt gebeurt, waar jullie het echt bouwen. Hier zijn we aan het bouwen. En dat begint met de tekeningen, zoals je ze hier ziet hangen. Die hebben jullie in het ontwerp gemaakt zien worden. En die tekeningen gaan we hier naar uitvoering vertalen. We gaan nu naar Henk toe. Die staat daar bovenop de steiger te metselen aan een van de liftpilaren. Wauw. Dit is hem gewoon. Dit is hem.
dit is het punt waarom achterachter. De Vliegende Hollander, ga je in het midden? Ja, ik doe het wel. De Flying Dutchman. Yes. Weet je de punten nog waarop we beoordelen? Trail. Ontwerp. En? Beleving. Beleving. Nooit meer? Nee. Cijfer? 10. U bent de metselaar? Ik ben nou de metselaar. Het is een heel nieuw gebouw, maar hoe laat je het oud zien? Dat zeg maar 1898 lijkt. Ja, wij doen een steenmetsel. Oh, u doet een keer een steentje naar voren laten komen en naar achteren. Dus u metselt eigenlijk gewoon heel slecht? Ja, eigenlijk doen wij heel slecht metselen. Maar dan willen ze eigenlijk net hier bij deze attractie moeten. Ja. Ja. Nee, dat is veel terecht. Wel een beetje doorwerken, jongens. Er komen nog meer stenen aan. Aniel, je moet iets sneller werken, hoor ik net. Dan ga ik wel even alles controleren, ja? Ja. Ga ik eventjes... Gaat het goed, Aniel? Ja. Aniel, ja. Even iets sneller werken. Er komt nog een vrachtwagen aan, zo met zand. Meen je niet? Nog één, ja. Hoe lang hebben we eigenlijk pauze? Kwartiertje. Gaan we even heel hard pauze houden? Ja. Zo, Aniel, de Python. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Ik niet. Heftig hoor. Ja. Voor mij is de trail iets te trail. Ja. Zo. Aniel, welk cijfer zou je hem geven? Nou, ik zou het echt een 9 geven hoor. Een 9? Ja. Zo hoog? Zou je er nog een keer in willen? Dat sowieso niet. Dit is de ingang. Hier gaan de bezoekers straks naar binnen. En daar ontmoeten ze de mijnbaron. En daar is van alles te beleven voordat je de achtbaan instapt. Wat hier binnen gebeurt is top secret. Dus vertrouw hem maar niet. Mag hij mee? Ja. Ja, hij wel. Voor de rest blijft iedereen buiten. Oh. Vraagt zich af. Waarom hebben jongens fietsen een extra stang? In 1817 vond er in Indonesië een heftige vulkaanuitbarsting plaats. Die uitbarsting zorgde ervoor dat over de hele wereld het klimaat veranderde en daardoor mislukte veel oogsten. In die tijd werden dieren gebruikt om spullen te vervoeren. Door de mislukte oogsten was er te weinig eten voor de dieren. Ze werden te zwak om te werken. Er moest dus iets anders bedacht worden. Dat werd de fiets. Die fiets moest natuurlijk wel stevig genoeg zijn en daarom kreeg hij een driehoekig frame. In het begin fietsten alleen mannen, want als vrouwen op de fiets zaten, dan zag je hun schoenen. En dat vonden de mensen helemaal niet netjes. Uiteindelijk mochten de dames ook gaan fietsen. Vrouwen droegen in die tijd lange rokken en moesten daarmee over de bovenste stang klauteren. Je kunt je voorstellen dat dat voor heel wat ongelukken zorgde. Daarom maakten ze dames fietsen met een lagere stang. Maar die zijn minder stevig dan herenfietsen. Vrouwelijke profielrenners rijden daarom ook op herenmodellen. En dat kan best. Tijdens de wedstrijden hebben ze immers geen rok aan. Wil jij ook de hoofdrol spelen in je eigen animatie? Stuur dan je vraag in via willemwever.nl. Ik ben Stijn. Ik ben 11 jaar. Mijn vraag aan Willem Wever was... Waarom kunnen raketten wel de ruimte in en vliegtuigen niet? Maar zou het niet te gek zijn om met een vliegtuig zo... niet naar Engeland, maar naar de maan te kunnen vliegen? Zou dat niet mooi zijn? Ja, en
En waarom doen ze dat eigenlijk niet? Het heeft een beetje mee te maken met hoe ze werken allebei. Nou ja, het eerste wat natuurlijk opvalt is dat een raket geen vleugels heeft en een vliegtuig wel. Maar wat gebeurt er nou? Kijk, het vliegtuig dat staat zo op die landingsbaan en daar zitten allemaal motoren aan en die zorgen ervoor dat hij steeds sneller die kant op gaat. Nou, en op een gegeven moment gaat hij sneller, sneller, sneller totdat hij de lucht ingaat. Nou, wat gebeurt er nou? De lucht waar die doorheen ploegt, die duwt als het ware zo tegen die vleugels aan en duwt hem omhoog. Je kunt het een beetje vergelijken met wat er in de auto ook gebeurt. Weet je, als je je hand uit het raampje steekt, dan kan je zo oefenen een beetje een vleugel te spelen. En ineens, hop, je hand omhoog gaat, omdat de lucht er tegenaan duwt. Zo gaat het ook met vliegtuigen. Maar ja, een raket heeft geen vleugels. Hoe vliegt die dan? Een raket kun je vergelijken met een ballon. Op het moment dat je een ballon opblaast, wil de lucht er eigenlijk heel erg graag uit. Waarom? Omdat die ballon die duwt het echt een beetje naar binnen, waardoor de lucht hier naar uit wil. Op het moment dat die lucht naar beneden gaat, dan wordt de ballon de andere kant op geduwd. Dan vliegt hij weg. Ja, maar hoe is dat nou met een vliegtuigje? Awesome. Vliegtuigje. Oké. Wat is het probleem nou met dat vliegtuigje? Tussen de aarde en de maan zit de ruimte. De ruimte begint al op 100 kilometer hoogte. Dus als je met een auto naar boven zou kunnen rijden, dan ben je er gewoon in een uurtje. Zo moeilijk is het niet. Maar ja, auto's gaan nou helemaal niet naar boven. En vliegtuigen komen ook niet zo hoog, omdat je op een gegeven moment steeds minder lucht boven je hebt. De lucht wordt ijler, de lucht wordt dunner. Dus je moet steeds harder gaan vliegen als vliegtuig om nog een beetje lucht te hebben dat hem nog verder omhoog duwt. Nou, en op een gegeven moment is dat gewoon niet meer haalbaar. Tussen de maan en de aarde zit voornamelijk ruimte. Er is gewoon te weinig lucht. Maar dan is er nog een ander probleem met raketten. En dat is dat het behoorlijk lastig is om een raket recht naar boven te sturen. Dat overleeft niemand. Dus je moet allerlei trucjes verzinnen om een raket rechtuit te laten vliegen. Deze raket zouden we een stuk beter zo naar de maan kunnen sturen op deze manier als we gewoon een kabeltje zouden gebruiken. En als ik dan de voortstuwing, de raket, maak, zo eraf geknipt, dan moet je eens opletten, dan zal die... Wee! In een rechte lijn naar de maan gaan. Ja, je kunt natuurlijk niet een kabel spannen naar de maan. Is natuurlijk een beetje gekkenwerk. Je kan natuurlijk geen kabel spannen, maar wat je wel zou kunnen doen is kijken naar het fliebeltje waar de lucht uitkomt. Dat is hier heel erg flabberig, gaat alle kanten op. Ja, en dan vliegt die ballon natuurlijk alle kanten op. Nee, dat moet je eerst al een stuk steviger maken, zoals bijvoorbeeld bij deze waterraket. Hier zit een klein ventieltje en daar gaat straks het water uitspuiten. Een stuk sneller dan dat het nu gaat, omdat we er allemaal druk, allemaal lucht in gaan pompen. Oké, laten we dan nu het... De druk in de raket toenemen. En dan ga ik nu pompen. Ja, en dit is dus... precies waarom raketten zo duur zijn. Ze gaan bijna altijd kapot. Miljoenen euro's kost één raket. Kortom, het zou wel makkelijk zijn geweest als je met een vliegtuig naar de maan had gekund. Ja? Zo. En bouncen? Is zeg maar een beetje swingen. Dit is Veri. Ze is 12 jaar, houdt van mode, loopt soms zelfs modeshows, wordt boos van onrecht, maar super vrolijk van dansen. Hey, en wat wil jij leren? Want je hebt er een vraag over, toch? Ja, mijn vraag is, hoe val ik op als ik dans? Hoe val ik op als ik dans? Ja. Maar je valt volgens mij al heel erg op. Ja, maar hoe zorg je ervoor dat je je onderscheidt van de rest? Ah. Want je hebt natuurlijk allemaal dansers die hetzelfde dansen. Ja. Maar het is leuk als je dan net iets anders bent. En wie vind je heel erg goed? Ik vind Shaker een hele goede danser. Ja, Shaker. Wat vind je goed aan hem? Nou, zijn choreo's zijn altijd heel strak en hij danst altijd met heel veel energie. Dat is hem. Shaker!
krijg ook helemaal zin om met jou op pad te gaan. We hebben echt ontzettend leuke dingen geregeld. Het is allemaal nog een beetje geheim. Ja. Dus wat jij mag doen is beneden even je dansspullen gaan pakken. Dan gaan we op pad. Oké. Okay. Want wat Ferry niet weet, is dat zij een dansworkshop van Shaker krijgt. En dan moet ik even wat kleren voor haar uit gaan zoeken. Welkom. Nou, zij heeft een hele leuke vraag, die gaat ze je zo vertellen. Maar toen vroeg ik aan haar, wat vind je nou echt een goede danser? En toen zei ze gewoon gelijk, Shaker. Boom, en zij wist dus niet dat wij al een afspraak hadden geregeld met jou. Stel je vraag. Nou, wat doe ik eraan om op te vallen met dansen? Wat belangrijk is, is wat je al hebt, is die uitstraling. Je staat daar en je glimlacht en je geniet. We kunnen praten, maar dansen moet je gewoon doen. Ferry, laat eens zien wat jij in huis hebt. Wat dans je en lekker. Ja, maar is het ook spannend? Oh, een beetje. Nee, maar zij danst echt lekker. Ja. Nee, maar je hebt zo'n lekkere... Ja, zo'n lekkere... Flow, ja. Yeah. Hey, hey, I got a million. Anna, laat jij eens wat zien dan. Nee, ik echt. Volgens mij heb jij ook wel... ik kan volgens mij gewoon hier een hele week zitten naar jou kijken. Want je doet niet eens zoveel met je bewegingen. Maar het is gewoon lekker om naar je te kijken. Dus wij gaan met elkaar aan de slag. En wij gaan ervoor zorgen dat jij opvalt en nog explosiever danst. Oké, ik begin met de eerste acht. Roll, roll, bounce, bounce, rechts, links, roll, uit. Strekken, harder. Bam, boom. Ja, arm uit. Wat moet je eigenlijk doen als je een pasje vergeet? Kijk, als je aan het dansen bent, hè, en je doet een choreografie, en je bent er vergeten en je gaat zo doen, zo... Oh, gekke bek trekken. Oh, paniek. Alarmbellen. Ja, dan denkt iedereen, ja, die gaat fout. Maar als je gewoon door blijft dansen van, oh, wow, 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 wow. Nou, dan denken ze, zag je dat moment? Ze ging helemaal los. De mensen kennen de choreografie niet. Blijf altijd doorgaan. Laat het niet merken in je gezicht. Lach juist. Of doe gewoon je solo. Maar dat komt bij jou vast wel goed, joh. Boom, boom. Ja, alsof we iets serveren. Ba, ba, ba. Ja, daar wil je zijn. Hoe mijn haar zit goed vandaag. Hoe mijn jurk zit goed vandaag. Hoe ik voel me blij bij Willem Wille Wever. Zoiets, ja? Laat me zien. 5, 6, 7, 8. Ja, hoe, hoe, hi, ja, hoe. Oeh. Nou, ik word er al heel blij van, hoor. Jij mag ook meedoen, hoor. Ja, nee, maar we zijn niet voor... Ik zie dat zitten. Als je op een gegeven moment denkt van... Dat is wat ik wil. Ik heb een ingeving. Spring gewoon in. Oké, die hou ik in gedachten. Ferry, je mag veel gekker doen. Ja. Ja? Ik vind je te veilig. Oké. Okay. Ik vind het te braaf. Maar ik weet dat het erin zit. Je bewegingen doe je nu goed, ja? Maar je mag nog blijer zijn. Je mag nog gekker zijn. Wat vind je tot nu toe ervan? We zijn lekker gaan dansen. Ja, ik vind het echt heel cool. Ik heb al heel veel geleerd. Wat dan? Nou, ook heel erg hoe je je bewegingen af moet maken. Strekken met je armen en zo. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk. Waar ik uiteindelijk met jou naartoe wil, is dat we de dans zometeen zo strak en zo vet gaan uitvoeren, dat als wij daar staan, dat jij hier de ster van vandaag bent. Ik heb vanmorgen uit jouw kledingkast wat kleren meegenomen. Die mag je zo aantrekken. En dan mag jij gaan dansen voor een klein publiek. Oké. Okay. Durf je dat? Ja, toch? Ja?
heel goed. Zo, kijk er maar even in en dan dankjewel. Zie ik wel, ja, wat je aantrekt. Tot zo. Dag. Zo. Let's go. En vergeet niet, als je fout gaat, altijd blijven doordansen. Ja. Let's go. Yeah, we're ready. Yay. Yay. Dames en heren, geef een warm applaus voor Firi. Ferry, dat ziet er goed uit. Ik vond het echt goed gaan. Hoe was het om te doen? Heel leuk. Ja? Ja. Het was echt een hele leuke ervaring. High five. High five. Dank je wel. Heel goed gedaan. En dan vroeg je aan mij of ik misschien ook nog wat had. Ik heb anders ook echt nog wel een hele leuke dans. Kom, we gaan. En ik ben 12 jaar. En mijn vraag aan Willem Wever is... zijn er gadgets die me helpen fit te blijven? Goeie vraag. Ik ben natuurlijk dol op gadgets. En er zijn er ook een heleboel die je kan gebruiken bij het sporten. Ik heb er voor vandaag een aantal geselecteerd. Die ik ga uitproberen tijdens mijn workout. Even mijn strikje vast. Kunnen we aan de slag. Thuis heb je er vast ook wel een. Een weegschaal. Maar ik heb hier een hele slimme weegschaal. Hij vertelt me niet alleen hoe zwaar ik ben, maar hij berekent ook mijn vetpercentage. Hij bepaalt mijn hartslag en berekent een body mass index. Body mass index, dat is een getal wat je met een moeilijke berekening ook zelf kunt berekenen. Wat aangeeft of jouw gewicht gezond is voor hoe lang je bent. Normaal duurt dat berekenen heel lang, maar die weegschaal doet het in 1 seconde. Supersnel, handige informatie over je lichaam dus. Veel informatie dus over je lijf en vooral hoe dat aan de binnenkant eruit ziet, wat je normaal dus niet kan zien. En dat is erg handig om te weten voor sporters. Die kunnen dat namelijk gebruiken om hun training of bijvoorbeeld hun voeding aan te passen en zo nog gezonder te worden. Leuk hoor, dat hardlopen. Maar het is natuurlijk wel handig als je weet wat je aan het doen bent. Ik heb een speciale fitnessband om mijn pols die meet hoeveel stappen ik zet. Maar ook mijn hartslag houdt die bij en hoeveel calorieën ik verbrand. Kan ik allemaal terugzien in een app op mijn telefoon. Als ik nu kijk, zie ik dat ik als man 10.000 stappen per dag zou moeten lopen voor een gezond leven. Daar ben ik nog lang niet aan, dus ik moet even verder. Het is wel een beetje saai hoor, dat hardlopen. Gelukkig zijn er tegenwoordig speciale podcasts. Eigenlijk een soort radioprogramma's met lekkere muziek. En allemaal trainingsaanwijzingen, aanmoedigingen die je kunnen helpen tijdens het hardlopen. Ik kan het wel gebruiken. Dus ik heb er eentje op mijn telefoon gezet. Dan kan ik weer verder. Welkom bij alweer een nieuwe trainingsronde. We gaan eerst 5 minuten rennen om de spieren warm te maken. Succes! Oh, er zijn een heleboel gadgets die je kunnen helpen om een gezonder leven te leiden. Maar het belangrijkste is uiteindelijk toch je eigen doorzettingsvermogen. Veel gadgets zijn nog in ontwikkeling of moeten nog op de markt komen. Goedemiddag, mag ik een kroketje alsjeblieft? Natuurlijk, wil je verder nog iets bij? Nee, alleen een kroketje. Dat is prima, doen we dat. Zo klaar hoor. Dankjewel. In Amerika is bijvoorbeeld een band in ontwikkeling. Hij lijkt een beetje op deze, maar dan iets kleiner. En die geeft je stroomstootjes, kleine schokjes, op het moment dat je slecht gedrag vertoont. Meneer, kijk eens. Een kroketje voor u, alstublieft. Dankjewel. Eet u smakelijk. Dank je. Au. Leuk hoor. Al die health gadgets. Maar af en toe een keer ongezond doen, moet ook gewoon kunnen, toch?
Heb je nou ook een typische Willem Wever-vraag? Ga dan naar de site. Doei!